Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik ga eventjes weer alles even opzoeken. Even kijken of ik de reacties weer kan lezen en even wachten totdat jullie mij natuurlijk allemaal gevonden hebben. Ik heb mijn geluid nog aanstaan, zie ik. Dat is niet de bedoeling. Ik zie jullie reacties. Dus volgens mij werkt alles weer. Die weer wegzetten. Zo. Nou, gezellig dat jullie er weer bij zijn. Nou, wat gaan we vanavond doen? Heel eerlijk gezegd, ik ga een beetje hetzelfde doen als de vorige live-uitzending. En ik heb helaas geen tijd gehad om iets anders, andere spulletjes klaar te leggen. Het was voor mij ook even haast en ik ben blij dat ik het nu op tijd gered heb. Ik vind het ook aan de andere kant altijd heel erg leuk dat als ik een art journal pagina heb en ik had het dus deze afgelopen week gemaakt, om dan aan de andere kant een soortgelijke pagina te maken of in ieder geval iets met dezelfde kleuren. Ik vind dat leuker als ik mijn journal opensla, dat het gewoon een beetje allemaal in balans is. Is misschien de een doet het op die manier, de ander doet het op die manier. Je moet gewoon kijken wat jij zelf leuk vindt. Het is jouw journal, het is jouw eigen creatieve dagboek, zeg maar. Dus je moet gewoon maken zoals jij hem graag wilt. Nou, ik had vanavond al zoiets van, ik heb die spulletjes nog liggen. Het is de Hazy Street van Craft O'Clock de lijn. En ik denk, nou ja, dan maar gewoon daarmee verder. Want ik kon gewoon niet iets anders voor jullie klaarleggen. Ik wil gelijk nog even één andere kaart laten zien van de Hazy Street. Die heb ik gisteren ook even in de groep laten zien. Maar het is altijd leuker om de kaarten even in het echt te laten zien. Dat is deze. En dat is gedaan met een shape art van Dutch Doobadoo. De 470, 713, 186. En daar heb ik deze vintage kaart meegemaakt. Dus jullie kunnen zien die spullen wat ik hierbij gebruik. Die zijn dus ook altijd gewoon op kaarten te gebruiken. Of op kaarten te verwerken. Dus ook de layout wat ik hierbij gebruik, kan je dus ook gewoon op een kaart gaan verwerken. En daarmee heb ik dan ook van Corine gelijk de vraag beantwoord. Zeker, wat ik hier doe, diezelfde technieken kunnen allemaal ook op een kaart. Kijk, en deze mal, zien jullie die? Die is ook zo gaaf. Dat is een hele fijne gedetailleerde van Noordesign. Ik weet niet of ik hem zo binnen handbereik nog heb. Ja, dat is deze mal. En dat is nummer 6002/1492. Dat is echt een hele mooie gedetailleerde. Als je een art journal koopt, dan zitten er ongeveer 30 pagina's in uit mijn hoofd. Dus je kunt er gelijk mee aan de slag. Nou, wat ga ik vanavond doen? Ik ga dus weer met de Hazy Street aan de slag. Het is vandaag bij ons weer binnengekomen. Wel hebben wij veel minder uitgeleverd gekregen dan dat wij zouden willen. Dus het is wel weer eventjes op is op en wachten tot de volgende zending. De vintage plaatjes komen uit dit vintage fotoset. Daarin zitten dus 12 velletjes met van die vintage plaatjes. Ik heb in een andere uitzending al een keer laten zien van wat er allemaal in zit. Dus daar ga ik nu maar even niet verder op in. Ik ga gewoon weer beginnen met de basis. En dat was de structuurpasta. En nou moet ik even iets erbij pakken. Kijken of dat überhaupt gaat lukken. Moet eventjes wat stuntjes uithalen. Want ik ben namelijk iets vergeten. Nou, het gaat lukken. Ik had namelijk al mijn kwasten en al mijn spatels schoongemaakt. En die staan dus netjes beneden.
Maar ik heb nog een reservespateltje. Dus we kunnen toch gaan kliederen. Dan komt mijn kliedermatje er weer bij. Ja, dat is niet verstandig dat ik die beneden op het aanrecht heb laten staan. Maar ja, goed. We hebben nog een noodgevalletje. Die plasticen die kunnen ook wel. Ik vind het minder prettig, maar het kan. Dan heb ik de modeling paste nodig of de structuurpasta. En ik ga ook gewoon weer dezelfde malletjes gebruiken. Deze met die leuke chevrons, of hoe je ze ook noemt, en de leuke klokken. Even kijken, deze keer ga ik als allereerste het muurtje even doen. Nou, ik zie dat er alweer allemaal mensen de bestellingen binnen hebben. Superleuk. Even kijken, wat ik ook kan doen, is dat ik deze keer... Nee, ga ik niet doen. Ik wou zeggen dat ik eerst de pagina op kleur ga brengen en dan pas de structuur aanbreng. Maar ik ga het toch niet doen. Ik ga het gewoon op dezelfde manier doen. Hier wil ik een stukje van het muurtje hebben. Die klok ga ik hier doen. Ik moet wel zeggen, deze spatel is een stuk flexibeler, dus dat werkt niet heel prettig. Als de spatels zo slapjes zijn, dan heb je altijd wel snelle kans dat je dus ietsjes onder je maskstencil gaat. Maar ach, weet je, het is ook een grunge pagina, dus alles mag. Hier boven in de hoek wil ik ook nog een stukje van de klok. Even kijken. Te veel leuke dingen op het moment. Ja, momenteel komen er heel veel leuke dingen binnen. En komende tijd komt er nog wel meer leuks binnen. Dus hou gewoon de webwinkel in de gaten. Even kijken, een paar van deze erbij. Oh, dat is jammer dat de bestelling eigenlijk vandaag bezorgd zou worden en dat je van de post een berichtje kreeg dat het vertraagd is. Maar ze zijn gigantisch druk. Ze hebben volgens mij zo'n 40% meer pakketten wat ze nu moeten bezorgen. Dus ja, het is gewoon af en toe ook voor hun overmacht. We leven nu gewoon in één keer in een compleet andere maatschappij waarbij we gewoon afhankelijk zijn van internet. En ja, daar waren ook die postorderbedrijven natuurlijk niet op berekend. Dus ja, we moeten het er gewoon eventjes mee doen. Dit ga ik even droog maken. Nou, die pre-order vliegdies, dat komt pas begin juni, denk ik. Want die producten die zullen eind juni bij ons binnenkomen. En dan is het gewoon, ja, dan liggen de orders zo lang bij ons. En ik heb er eerlijk gezegd ook nog geen tijd voor gehad. Ik loop echt gigantisch achter. En ik merk gewoon dat... Ja, niet om te klagen of hoe of wat, maar corona begint bij mij ook gewoon even een beetje zijn uitwerking te krijgen. Dat ik te veel moet doen en dat de druk voor mij een beetje te hoog wordt. Thuis moet ik natuurlijk meer doen en ik merk gewoon dat dat even een beetje allemaal aanslag op mijn lijf heeft. Vandaar dat ik nu dus ook niet wat anders kon voorbereiden. En dat... Ja, dan houdt het gewoon op en ik kijk gewoon per dag wat ik allemaal kan doen. Dus het komt allemaal.
Ah, dat is leuk om te lezen, Rebecca, dat je na de vorige uitzending ook zo'n soort pagina hebt gemaakt. Het is ook gewoon superleuk. Ik werk nu met de Heatle van Ranger. En die is zacht. Ik weet niet welk woord je niet meer kan horen. Erika, ik heb misschien iets gemist. Nou, de kleurtjes oxides waar ik mee heb gewerkt in de vorige uitzending waren de kleuren Evergreen Bow en Ground Espresso. En ik ga gewoon weer dezelfde kleurtjes gebruiken. Ik ga ze voor de zekerheid even schoonmaken, want ik weet niet of ik dat de vorige keer gedaan had. Oh, coronaverslaving. Ja, het is inderdaad... nu met al die leuke spullen dan... is het wel echt een beetje een verslaving aan het worden... om nieuwe spulletjes te kopen. Ja, je kunt het woord misschien wel niet meer willen horen... maar het is gewoon wel de werkelijkheid geworden... Maar we maken er met z'n allen gewoon het beste van. Wij doen ook nog steeds gewoon door met onze dagelijkse live uitzendingen om jullie te entertainen. Om iedereen bezig te houden. En om onszelf bezig te houden. Ook even lekker een uurtje afleiding nu van mij. Even een uurtje weer social talk. Je hebt de Ranger Heatle ook gekocht bij een hobbywinkel in Drachten. Ja, dat is helemaal prima. Je moet ook gerust al mijn collega's sponsoren. Alleen kunnen wij het niet. Die ambitie heb ik ook helemaal niet. Ook de andere hobbywinkels moeten gewoon gesponsord worden. Je lokale hobbywinkel. Want doe je dat niet... Dan blijven er straks maar zo weinig over. En dan is het voor de groothandels niet haalbaar meer om gewoon veel dingen uit te brengen. Dus sponsor gewoon iedereen. Vrijheid, blijheid. En gun elkaar ook wat. Nou, deze achtergrond doe ik niet heel netjes. Want ik wil gewoon een beetje dezelfde stijl hebben als bij die andere. En ik wil aan de zijkanten gewoon nog een beetje wit overhouden. Dus dat... Ik ga hem niet helemaal vol bouwen. Nou, ik ben blij dat jullie de uitzendingen zo leerzaam vinden. We doen ons best. En de ene keer is er dus echt een leeruitzending... Vanavond is het gewoon echt even een knutseluitzending, gewoon niet voorbereid. En dat zullen jullie bij mij dus meer gaan zien. Omdat ik gewoon momenteel geen tijd heb om elke keer alles voor te bereiden. Maar volgens mij vinden jullie dat niet erg. En ik denk, ik ben zelf ook van mening dat het ook niet erg is om... Dit soort dingen, dus hetzelfde, nog een keer weer te herhalen. Want herhaling, daar leer je juist het meeste van. En ik vind deze Hazy Street Collection ook gewoon super gaaf. En dan kan ik wel zeggen van, ik ga weer wat nieuws gebruiken. Dan blijft dit weer liggen. En ik wil ook gewoon van één lijn meerdere creaties maken. Nou, ik heb hem even nat gespoten, want dan gaat de oxide dus reageren. En dan krijg je ook van die leuke witte stukjes erin en dan lopen de kleuren mooier in elkaar over. Dus ik doe dat eigenlijk bijna altijd bij de oxides. Hoe meer water je gebruikt, hoe meer het gaat reageren natuurlijk. De pagina zal weer een beetje krom gaan trekken. En dat had ik bij de vorige uitzending dus ook wel. Maar als je hem even een nacht onder bijvoorbeeld je werkblad legt, dan trekt hij alweer heel erg recht.
Nou, ik ben blij dat jullie met die herhaling ook fijn, ook blij zijn. En ja, je doet nooit een exacte herhaling. Want je doet er altijd weer andere techniekjes bij. En je durft dan ook steeds meer. Nou, vaak doe ik ook even een klein beetje via de achterkant. Want dan trek je pagina ook alweer wat rechter. Nou, jullie zullen straks al wel zien dat deze opbouw van de pagina alweer totaal anders zit. Alleen jammer dat je alleen in de middag zit. Ik wil... Oh, voor Rihanna is dat. Nee, Vigdis. Rihanna die doet eigenlijk alleen 's middags. Dat is voor haar makkelijker. Maar die kun je ook gewoon weer nakijken. Gewoon lekker op je eigen tijdstip. Even kijken. Ik heb even een plasticje nodig. Nou, even een plastic zakje gewoon. Daarop ga ik een beetje van die groene sprayen. En dit keer ga ik een beetje her en der wat erop deppen. Nou, dit kun je ook nog weer een beetje nat sprayen, zodat het meer gaat lopen in de achtergrond. Gewoon niet te precies zijn, een beetje op gevoel gaan. Ik vond deze lijn, die Hazy Street, toch wel echt super tof. Maar dit zijn ook echt mijn kleurtjes. Dus ik ben ook een beetje bevooroordeeld. Nou, ik denk dat dit ook wel weer genoeg is. Kijk, en dat mag wel lekker even een beetje lopen. Ik ben zelf bij dit soort pagina's niet echt van dat hele donkere. Komt misschien nog, maar dit is voor mij ook nog een beetje nieuw om het op deze manier te doen. Dus dan doe je gewoon altijd een beetje voorzichtig en dan komt dat om... Ja, die andere techniekjes erbij, dat komt allemaal vanzelf. Ik las net ook iets over inkleuren met de oxides. Maar eerlijk gezegd ben ik daar geen fan van. Oxides zijn geen inkleurmedium. Oxides is een inkt. En deze inkten zijn niet specifiek gemaakt voor het inkleuren. Dus je kan ook niet verwachten dat het hetzelfde effect gaat geven als bijvoorbeeld een waterverf. Heb je hem al gecombineerd met de andere leuke papier van Craft o' Clock? Nee, ik heb ze niet gecombineerd. Ik heb heel eerlijk gezegd ook alleen maar deze Hazy Street in huis en niet de andere lijnen. Dus helaas. De stencils, ik heb ze nog niet schoongemaakt, maar dat is deze van Dutch Doobadoo. En dan moet ik even het nummertje hier eraf krabben, want het zit precies over het nummer heen. Mijn structuur past daar. Het nummer is 470 715 154. Nou, de basis. Wat gaan we nog meer doen? Ik kan er misschien... Moet ik even kijken of ik die kan vinden. Deze keer wel een stukje met mijn mandala bij op gaan doen. Ik wil gewoon een andere hebben dan die andere pagina, zeg maar. Ze mogen niet hetzelfde worden. Wel dezelfde kleurstelling, maar niet dezelfde verdere opbouw. Dus ik ga gewoon even een beetje proberen. Andere materialen erbij. Die mandala hoeft van mij ook niet helemaal pietje precies te zijn.
gaat erom dat ik een beetje structuur weer op mijn achtergrond ga krijgen. Even spieken of dat leuk is. Nou, kijk toch eens hoe mooi. Ik ben er helemaal blij mee. Dat ga ik ook hier onderaan doen. Misschien zien we er straks niks meer van. Dat is natuurlijk altijd een verrassing. Want ik ben natuurlijk wel iemand die laagje over laagje doet. En dan begin ik met de onderlaag. En dan uiteindelijk zie je bijna niks meer van die onderlaag terug. Ja goed, dan heb ik in ieder geval mijn creatieve ideetjes weer gespuit, hè. Kijk, dit is helemaal leuk. Die mandala die is echt heel erg tof. Ik ga hem hier ook nog een klein stukje doen. Nou, er zat bij deze nieuwe collectie ook een mandala. Maar ik vond deze eerlijk gezegd net ietsjes leuker bij deze klok. Nou, in totaal loopt hij gewoon lekker door. Was niet, dat is gewoon per ongeluk zo gebeurd. Ik vind dit echt leuk. Nou, dat is het begin. Wat gaan we nu doen? Ik ga wat papiertjes erop leggen en kijken voor de opbouw. Ik heb alvast het een en ander uitgesneden. Want anders was ik bang dat ik heel erg lang bezig zou zijn. Maar dit moet nog allemaal op maat gemaakt worden. Een leuk strookje. Is het oud groen in het Hollands? Ja, de kleur is evergreen bow. Ik weet niet wat dat precies voor naam is. Even kijken. Deze gaat hier weer onder. Dan ga ik straks een stukje afscheuren. Er zat een leuke label bij. En die plaatjes die komen dus allemaal uit het vel van, of uit het Craft O'Clock paperpad. Dus ik ga gewoon even wat dingen neerleggen. En dan kijk ik zo wel of het wat wordt of niet. Ik had nog even een bingo stemkaartje gestempeld. Die komt uit mijn eigen lijn. Even kijken of ik dit leuk ga vinden of dat het straks te druk wordt. Die kan er misschien zo nog overheen. Ik ben gewoon even een beetje aan het stoeien qua opbouw. Misschien dat ik straks wel helemaal een compleet andere opbouw ga doen. Want misschien vind ik dit nog wel net ietsjes te druk worden. Ik ga als eerste eventjes mijn papier, of deze ga ik matten op een stukje ribbelkarton. Een ribbelkarton heb ik hier. Die moet ik even afsnijden. Nou, net als Jeanette ben ik dus ook gewoon helemaal weg van mijn papiersnijder van Vasen Creative. Ik kan niet meer zonder. Het ribbelkarton is van Joycrafts. Voor diegenen die het nog niet kennen. Ik vind het echt super leuk materiaal om mee te werken. Nou, de ribbelkarton kun je ook gewoon met je papiersnijder snijden. Dat gaasje wat ik erbij gebruik, dat is, ja, het heet kaasdoek, cheesecloth. Volgens mij hebben wij het nog op voorraad in de winkel. En
je kan het ook gewoon als wondgaas kopen bij de drogist. Even kijken. Die gaat daar komen. Ben even aan het kijken of ik nog wat meer moet snijden. Dat ribbelkarton wil ik nog een... Oh, ik heb hier nog wel een restant strookje. Ik denk dat het wel leuk is om dat hier ook nog weer een klein beetje onderuit te laten komen. Ik hou er wel van als dingen toch weer een beetje her en der terugkomen op dezelfde manier. Ik kan natuurlijk, als ik het gewoon op een platte bloem doe, dat zou moeten kunnen. Ik ben altijd heel erg geneigd om te hoog te gaan werken. En ik wil natuurlijk mijn journal niet te dik maken. Dus ik ga even kijken of dit haalbaar zal zijn. Ik vind het eigenlijk toch wel leuk om ook een keer een bloemetje erin te verwerken. Ik heb nog een stukje kant. Dus het zijn gewoon allemaal ook restantjes wat ik nog heb liggen. En dat ga ik er gewoon allemaal bij verwerken. Ik vind een leuke klok erbij ook wel leuk. Nu zijn dit stickers. Maar ik wil hem eigenlijk gewoon zo opplakken. Weet je wat ik doe? Ik knip hem gewoon langs dit randje uit. En dan blijft er een mooi randje over. En je hoeft er dus niet per se als sticker te gaan doen. Ik ga er gewoon een losse klok van maken. Dat komt in dit geval gewoon beter uit bij mijn creatie. Nou, zo ben ik tijdens het knutselen gewoon altijd echt een beetje aan het proberen, aan het kijken van wat is leuk. Nee, ik moet deze pagina niet draaien, bewust niet. Want ik wil deze dus in mijn art journal hebben. En deze kant had ik al afgelopen week gemaakt. En ik wil nu de tweede kant hebben, zodat ik als ik mijn journal opensla, dat ik aan beide kanten symmetrie heb. Dus dat ik, hoe zal ik het zeggen? Dat je er één geheel van krijgt. Dus vandaar dat ik nu de gaatjes aan die kant heb. Nou, ik zie dat ik dus ook nog een leuke klok erbij kan gaan doen van deze. Of ik de opbouw zo nog terug kan leggen. Nou, dat is straks gewoon een verrassing of me dat weer gaat lukken. Dat durf ik nu nog niet te zeggen. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Deze ga ik weer met embossingpoeder doen. Dat ga ik maar eerst even doen. Even kijken of ik er een papiertje bij kan vinden waar ik het even op kan leggen. Ik ga weer gewoon met dezelfde kleur aan de slag. Even kijken of ik mijn dabbertje kan vinden. Die kan ik ook vinden. Ja, een foto ervan maken, dat zou kunnen. Maar dan hebben jullie helaas geen beeld meer, dames. Want dan moet ik mijn telefoon stoppen. En dat gaat niet lukken. Ik doe daar namelijk nu ook de live mee. Dus dat wordt hem niet helemaal. Nou, met die klok, dat is even een tip voor jullie. Moet je wel opletten dat je de goede kant gaat embossen. Want ik heb dat namelijk zelf ervaren bij deze klok. En nou ja, het hoeft niet altijd perfect, zeg maar. Ik kwam nadat ik deze had opgeplakt, kwam ik erachter dat ik dus de klok aan de verkeerde kant geëmbost heb. Dus bij mij lopen de cijfers gewoon net andersom. Dus helaas,
Dat is gewoon een foutje van de zaak. Maar let er dus even op dat je dus de klok aan de goede kant gaat embossen. Ik gebruik de kleur Carefree Verdigris. Dat vind ik zelf een super gave kleur bij deze lijn. Niet alleen bij deze lijn. Ik vind het gewoon echt een gave kleur. En dat is het leuke van de Lindy's. Die hebben dus allemaal verschillende elementen erin zitten. Dus je kunt echt hele leuke... geëmboste elementjes maken. Eventjes verhitten met de heat tool. Het kan vanaf de bovenkant, maar vaak doe ik het vanaf de onderkant. Dat versmelt ook wel redelijk snel. En dan blaas je niet al die stukjes er vanaf. Ja, ach, wie ziet het inderdaad? Ik denk dat degene die hem krijgt er niet eens op let. En als ik het jullie niet had gezegd, was het waarschijnlijk niemand opgevallen. Maar het is gewoon, ja... Ook bij mij gaan er wel eens wat dingen mis. En dat is bij iedereen zo. We gaan het gaandeweg, leer je het allemaal vanzelf wel. Ik weet niet of jullie dat ook wel vaker doen. Kijk, ik ben nu natuurlijk een beetje een soortgelijke pagina aan het maken als wat ik al eerder heb gedaan. En ik vind het gewoon helemaal niet erg om af en toe gewoon een keer van die... zelfde soort dingen weer te maken. Ik vind het juist wel leuk. Van mij hoeft het niet altijd nieuw te zijn of moeilijk te zijn. Mij gaat het meer om het proces van het lekker bezig zijn. Kijk, je kunt nu ook wel zien in het potje. Ik zal kijken of ik hem iets dichter in beeld kan krijgen. Er zitten gewoon echt zoveel leuke elementjes in dit potje. En dat zijn dus de nieuwe van Lindy's. En ik vind ze echt te gek. Ik ga even een slokje thee doen, want die zal al wel weer koud zijn. Nee, wat inderdaad toch nooit hetzelfde klopt. Ik weet niet wat jullie met die woonplaatsen allemaal aan doen zijn, maar volgens mij zijn jullie woonplaatsen aan het uitwisselen of zo. Even kijken, ik heb daar een klok, dus dan doe ik er hier onderaan ook eentje. Nou, volgens mij vind ik hem al best wel leuk worden. Wat kan ik nog meer bedenken? Ik ga zo meteen stempelen. Ik had nog een paar van die leuke vlindertjes en libelles alvast uitgeknipt. Die gaan erbij komen. En ik denk dat ik gewoon langzamerhand een beetje ga nadenken over het vastplakken en wat stempelen op de achtergrond. Want volgens mij moet ik er straks ook niet te veel nog bij opdoen. Een leuke tekst in ieder geval nog. En misschien nog wat losse elementjes. Ik ga gewoon alvast mijn lijmpistool aanslingeren. Even kijken waar mijn snoertje is. Zo, die is aan. Oh, ik maak voor Reuma Vereniging kaart. Ik doe dit vaak in series, dus meerdere in dezelfde lijn. Ja, ik vind het zelf ook wel leuk om meerdere dingen gewoon te maken met één collectie. Dan gebruik je tenminste ook net wat meer van je papier. Even kijken, mijn paper distress. Ja, weet je wat het is? We hebben zoveel nieuwe dingen. En wat je dan vaak geneigd bent, is om elke keer weer nieuw te pakken. En dan maak je uiteindelijk soms maar één creatie met een papierlijn. Ik vind dat persoonlijk gewoon echt een doodzonde.
Dat is gewoon zo jammer, want je kunt zoveel leuke dingen doen met zo'n papierlijn. En er zit in één papierlijn ook gewoon zoveel verschillende kleurencombinaties eigenlijk. Want ik doe het nu dan met kraft erbij, maar ik denk dat deze bijvoorbeeld met zwart erbij ook heel erg leuk zal zijn. Ik ga deze scheuren. En dat ga ik aan de bovenkant ook doen. Ik vind dat wel leuk voor een beetje een rommelig effect. Even de randjes beinkten. Dat doe ik met de blending tool. Nou, ik had dit in de Art Journal zo met papier nog niet eerder gedaan. Maar ik moet zeggen dat ik dat steltje ook wel erg leuk vind om te gaan doen. Dus dat zullen jullie vast ook wel vaker voorbij gaan zien komen. Ik ga deze wel recht opplakken, denk ik. Ja. Nou, dit was ook gewoon een restantje. Alhoewel, misschien ga ik deze kant wel gebruiken. Ik vind deze kant mooier erbij. Dit was ook gewoon een restant papiertje wat over is gebleven. Dus dat kan je er allemaal op gaan verwerken. Zo kom je nog een beetje van je oude troep af. Ja, dat heb ik inderdaad ook gedaan, Roelie. Van mijn eigen lijn heb ik ook al wel heel veel verschillende creaties gemaakt. En daar heb ik een tijdje alweer niet wat mee gedaan. Dus ik wil ook nog dit soort pagina's met mijn eigen lijn eigenlijk een keer gaan maken. Maar dit onderste knip ik er even af, want dat hebben we toch niet nodig. Deze gaat overheen. Hoe bewaar ik restantjes? Nou, ik doe meestal de papiertjes wat ik zeg maar gebruikt heb, die heb ik per lijn, heb ik dat in een of in een pizza doos zitten of ik heb ze in een cellofaan zitten, gewoon van de verpakking zeg maar. En daar stop ik die strookjes ook gewoon allemaal bij in. En één keer in de zoveel tijd gooi ik ook gewoon alle strookjes weer weg. Dus ik bewaar het niet altijd. Oh, Janine wil recht plakken. Ik zag dat ik zo scheel ging als ik weet niet wat. Dat is niet de bedoeling. Nou, dat is het begin. Dan heb ik deze nog. Ik kan ook deze kant gaan gebruiken. Wat is leuker? Die kant of die kant? Deze kant. Zat ik alleen te denken. Ik heb namelijk nog een hele leuke pons van vazen. En daar kan je hele leuke tickethoekjes mee maken. En misschien dat ik dat bij deze wel eens een keer ga doen. Om proberen. Nou, ik gebruik nu de 8 mm hoek. En ik zal zo laten zien hoe deze er dus uit komt te zien. Kijk, die maakt van die hele leuke inkepingjes. Dus je maakt een soort eigen ticket ervan. En dat is dus deze 3-in-1 pons. Deze heeft drie verschillende maten. De 8 mm, de 14 mm en de 20 mm. Dus je hebt dan drie verschillende maten. En er is zelfs nog een enkele van. Die is ook verkrijgbaar. En dit is de 6 mm. Dus het zijn allemaal verschillende maatjes.
Dus wil je 3 maten, heb je aan deze voldoende. En dit is nog weer een aanvulling erbij. Nou, ik vind dat wel een leuk modelletje, moet ik zeggen. Hij kwam net in mijn ooghoeken voorbij. Ik denk, dan pakken we die erbij. Oh, dames, ik zie dat het al 7:45 is. Ik ben echt niet aan het opschieten vanavond, geloof ik. Ik hoop dat ik het af ga krijgen. Ik krijg nu in één keer eventjes een beetje stress, geloof ik. Wat ga ik hiermee doen? Ook gewoon scheuren. Nou, volgens mij zijn er heel veel dames aan het overleggen voor een knutseldate of zo. Gezellig, leuk. Ja, samen knutselen is toch altijd leuker dan alleen. En daarom doe ik het ook gewoon lekker live. Kunnen jullie gewoon lekker meekijken. En je steekt er ook gewoon veel van op. En je doet ideetjes van elkaar op. Ik vond het ook altijd zo leuk om samen te knutselen. Ook ja, workshops geven en dat soort dingen. Het is gewoon... Je hebt gewoon onderling een band. Ook al ken je elkaar helemaal niet. Je hebt toch een connectie met elkaar. Omdat je allemaal lekker over de hobby kunt kletsen. Het is gewoon, ja... Dat is mijn lust en mijn leven. Even kijken. Ik ga het gewoon opplakken. Dan hoop ik dat het straks gewoon leuk uitpakt. We zullen het zien. En anders pakt het niet leuk uit. Jammer dan. Dan hebben we wel een leuke avond gehad. Nou, superleuk om te lezen dat jullie allemaal van die knutselgroepjes hebben. Ja, het is gewoon... Een gezellige tijd, even lekker tijd voor jezelf. Ik merk dat ik wel ietsjes hoger eigenlijk mag gaan werken. Dus dat gaan we even doen. Hier had ik in principe bij bedacht dat ik deze er nog bij ging plakken. En ik had er voor bovenaan ook eentje. En daar heb ik een soort banner van gemaakt. Of vaandeltje. En dat ga ik bij deze ook doen. Ik knip gewoon... Eén gedeelte in het midden. Via de achterkant kijkt even iets makkelijker. En dan knip ik van puntje naar puntje. En dan heb je dat altijd mooi in het midden zitten. Nou, de ribbelkarton, dat vind ik gewoon echt, ja, zulk leuk spul. Die ga ik daaronder plakken. En dan moest die klok daar nog onder. Dat ik dat niet vergeet. Want anders dan kan dat straks niet meer. Even kijken. Ongeveer op die plek. Die ga ik even met mijn lijmpistool vastplakken. Even zien dat ik een nieuw lijmpatroontje ga pakken. Want mijn lijnpatroontje is leeg, zie ik. Dus eventjes uit de buurt pakken. Ja, ik ga proberen iets hoger te werken. Het is alleen voor mij iets lastiger om zo hoog te werken. Want dan zit ik gewoon niet helemaal recht voor mijn... helemaal recht op mijn stoel, zeg maar. Dus ik moet nog even een keer zien hoe ik dat allemaal echt
goed voor elkaar kan gaan krijgen. Nou, ik ga mijn best doen om weer even ietsjes hoger te werken. Veel hoger dan dit gaat mij helaas even niet lukken. Maar volgens mij zijn we hier alweer aardig mee geholpen. Dit ga ik er ook zo weer overheen pakken, plakken. Zo. Nou, dat zit dus hier onderaan niet helemaal recht, omdat je natuurlijk die klok eronder hebt zitten. Maar voor mij maakt het helemaal niks uit. Het is namelijk een art journal pagina en daarin hoeft niet alles perfect te zijn. Misschien dat ik dat zo meteen wel even met een beetje tacky tape vast ga plakken. Nou, weet je wat? Ik doe er gewoon een beetje van mijn lijmpistool bij onder. Dan zit het sowieso vast. Dan hadden we nog een plaatje. En weer dat leuke ribbelkarton. Ik vind het altijd leuk om die plaatjes toch eventjes te matten op een ander papiertje. Dan heb je gewoon net eventjes wat meer, ja, dat het opvalt, zeg maar. Ja, alleen creatief bezig zijn en een muziekje aan is inderdaad ook erg lekker. Of ik doe ook wel heel vaak gewoon even een podcast luisteren of zo. Dus dan... Ja, is het ook gewoon net alsof er nog iemand in de kamer zit. En of een keer een YouTube filmpje ondertussen aanzetten. Of een oude live uitzending van iemand anders. Een keer terugkijken. Dus wat dat betreft, we kunnen onszelf wel vermaken tijdens het knutselen, geloof ik. En zeker nu er momenteel zoveel live uitzendingen zijn, dan ja, kun je eigenlijk... Als je wilt wel elke dag een aantal live uitzendingen gaan volgen. Ik ga even kijken hoe ik dat met die labels ga doen. Want ik ga ze toch even iets anders doen dan wat ik net bedacht had. Ik denk dat ik het op deze manier ga doen. En dan had ik die klop nog. Die had ik hier bovenaan bedacht. Dan kan ik het bloemetje hier onderaan gaan doen. Ik had nog een stukje kant. Dat ga ik daar doen. Mijn bingo komt aan die kant. Nou, dat wordt toch alweer heel erg leuk. Deze komt denk ik onder mijn afdrukje nog. Of afdrukje hoor mij eens. Onder mijn vintage plaatje. Dan moet er straks natuurlijk nog een tekst bij. Die komt daarbij. Ja. Dit gaan we gewoon zo alvast even een beetje opplakken. Nou, of ik deze er wel bij ga doen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij deze ronde pech heeft gehad. Ik zie iets over vriendschapsverzoekjes. Ik weet niet wat jullie allemaal ondertussen aan het kletsen zijn. Volgens mij gaat de chat gewoon een beetje rood gloeiend worden op deze manier. Dus als ik wat mis, dan helaas, ik lees het dan later wel eventjes terug.
Oh, ik heb ook nog mijn filmstripribbon. Ik heb nog zoveel leuks liggen, dames. En dat is dus ook een beetje het gevaar. Je wilt dan op één pagina ook eigenlijk altijd nog weer alles gaan plakken. En dat kan natuurlijk ook weer niet. Nou, ik ga nog eventjes een reinforcer uitstansen. Met de Elizabeth Craft Enforcers. Die zijn momenteel eventjes niet meer leverbaar. Maar komen wel hopelijk heel snel weer binnen. Ze zijn ook bij de groothandel even uitverkocht. Dus we hopen ze snel weer te krijgen. Nou, ik begin een beetje ruimtegebrek te krijgen. Mijn lijmpistool valt al om. Ik kan de heat-tool wel even aan de kant leggen. Die heb ik nu toch niet meer nodig. Tenminste, voorlopig eventjes niet. Nou, ik laat deze meestal gewoon aan de ring zitten als ik er maar een paar nodig ben. Dat vind ik wel net zo makkelijk. Oh, die maak ik even bruin. Nou, ik knutsel gewoon eventjes op mijn dooie gemakje nog even verder. Ik weet dus niet of ik hem helemaal klaar ga krijgen vanavond. Maar ik kan beter nu gewoon laten zien van wat ik nog wil laten zien. En het na die tijd gewoon afmaken. Of nou ja, dat wordt dan morgen sowieso. Vanavond niet meer. Maar ik kan dat beter doen dan dat ik gehaast ga werken. Want daar krijg je spijt van, zeggen ze altijd. Nou, ik gebruik hiervoor die hele handige glue dots van Joycrafts. Ik had er eigenlijk maar twee nodig. En dat zijn dus ja, echt minuscuul kleine lijndotjes. En die plak je dus op deze manier achter je enforcers. En dan zit hij gelijk vast. Je kan het ook doen met die Easy Connect Tape. Maar die had ik nu niet bij de hand. En moet ik van die dingetjes achteraf doen. Dan doe ik het dus hiermee. En dit is artikelnummer 6500/0034. Nou, ik heb ook wel ongeveer een ontplofte bom hier op mijn knutseltafel hoor. Dat had ik eigenlijk op moeten ruimen voor de live uitzending. En ik had ook wat anders willen doen. Maar goed, dat is niet gelukt. Morgenavond ben ik er ook weer. En wat ik dan ga doen, weet ik ook nog niet. Want ik moet eerst bekijken wat ik morgen allemaal op kan ruimen, wat ik weer klaar kan leggen. Als het lukt en ik weet niet of jullie het leuk vinden, dan ga ik weer wat inkleuren met de nieuwe stempels van Studio Light. Maar vind je het, zeggen jullie van inkleuren, dat vind ik niks. Dan moet ik nog eventjes wat anders gaan bedenken. Maar ik ben momenteel echt eventjes heel erg aan het inkleuren. Dat Easy Connect Tape is ook weer leverbaar, Suzanne. Dus dat kan ook weer besteld worden. Ja, ik doe er een beetje koord doorheen. Dit is het hemkoord van Vasen Creative. Helaas momenteel ook niet leverbaar. Hopelijk ook binnenkort weer beschikbaar. Ik heb de spullen van Marleen wel in huis, maar nog niet veel mee gedaan. Dat komt ook binnenkort nog even een keer. Daar heb ik even iets meer voorbereiding voor nodig. Want dat zijn, ja, ik wil dat dan altijd ook een beetje in die stijl doen zoals hun dat ook doen. Maar dat is mij te fel, dus ik moet even kijken om daar mijn eigen draai weer aan te krijgen. En ik moet dan eerst even wat plaatjes inkleuren. Maar dat staat nog op de planning, Vigdis.
Dus dat gaat nog komen. Nou, we gaan opplakken. Hoe ik ze nou exact bedacht had, weet ik al niet meer. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik het zo ga doen. Ja. Hoe lang je met zo'n lijmvel doet. Zo'n lijmvel kun je echt heel erg lang mee. Want je kunt elke keer die... Ja, hij pakt niet alle dotjes op, zeg maar. Dus je kunt op één papiertje kun je wel een aantal keer kun je met je malletje erop gaan. Of met je papiertje. Ik ben sowieso nog met mijn eerste set bezig. Dus. En ik gebruik het best wel vaak. Dus in principe kun je er echt wel lang mee. Nou, deze wil ik gewoon lekker losjes erop plakken. Dus dan doe ik gewoon een beetje van mijn lijmpistool erop. Dat duw ik even goed plat. Kijk, want dan staan ze hier nog een beetje op. En ik vind dat altijd wel leuk als je wat dingen hebt die ook gewoon net even ietsjes hoger erop liggen. Heel klein beetje lijm erop. Die komt daar weer bij. Deze mag ietsjes bol staan. Maar ik moet zorgen dat hij niet te bol komt. Want dan kan mijn pagina straks niet meer plat. Dus... Ik plak hem wel zo op. Hij blijft hier open staan. Maar het is dus niet zo dat ik echt hierbij heel veel met 3D foam of zo ga werken. Maar anders ben ik bang dat ik straks maar 10 pagina's in mijn journal kan doen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Even kijken hoe ik dit er het mooiste onder kan krijgen. Gewoon even een klein beetje al vastplakken. Oppassen dat je je vingers niet verbrandt. Past deze groene kleur ook bij de Minte Birdsong? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb de Birdsong niet meer in huis. Dus... Dat antwoord moet ik je echt even schuldig blijven. Dat, het zou zomaar kunnen. Ik denk het haast wel. Maar 100% kan ik niet aangeven. Nou, dit is toch leuk. Die klok er nog even snel achter schuiven. Voordat alles vast zit. Ik was mijn klok bijna vergeten. Dan hebben we hier nog een leuke bloem die erop mag. En ik moet ook nog een klein beetje stempelen op de achtergrond. Want dat had ik bij mijn andere ook gedaan. En ik wil wel een beetje dezelfde stijl terug laten komen. Nou, deze bloem is niet zo heel dik, dus dat kan wel. Blaadje erbij achter. En zo zien jullie wel, je kan dus allerlei stijlen in je art journal doen. Een art journal is gewoon een creatief dagboek. Gewoon een verzameling van al jouw kunstwerkjes. Ik ga nu ook gewoon nog een nieuw journal starten met alleen maar kleurwerkjes erin. Want ik wil ook gewoon mijn eigen kleurwerkjes gaan verzamelen. En ja, eigenlijk bundelen, datum erbij zetten. En dan kan je altijd laten terugzien van ja, je eigen kleurproces, hoe je gegroeid bent.
gaat hier komen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind hem zelf wel erg leuk worden. Ik moet er nog een tekst op hebben. Ik had in het begin ook nog een leuke banner van hier bovenaan, maar die ben ik alweer kwijt. Nou, het filmstripribbon van Tim Holtz, daar kan ik niet meer zonder. Oh, die ligt hier. Maar die gaat daar niet meer komen, want dat vind ik niet leuk. Ik kan hem ook hier gaan doen en dan een leuke tekst erop gaan doen. En die tekst, dat ik een paar woordjes hierop ga doen. Moet ik alleen even bedenken welk woord. Ik denk het woord van moment of zo. Moet ik even over nadenken nog. Ik heb nog niet gelijk iets in gedachten dat ik denk van dit of dat woord worden. Wie weet als ik straks mijn stickertjes erbij pak. Ik had nog meer van die leuke vlindertjes uitgeknipt. Die kan daar. Die vlindertjes die komen van het ook van een knipvel van Kraft O'Clock. En dat was het vel met de insecten. Daarop zitten ook hele leuke libelles. Ook hele grote. Die gaat daar komen. Nou, ik vind hem al helemaal leuk worden. Ik ga deze hier onderaan nog even plakken. Dan gaan we zo eens even kijken naar de tekststickertjes. Even kijken of er dat nog onder past. Ietsjes losscheuren weer. Want ik wilde deze stempels er nog even bij doen. Nou, weet je, die stempels dat ga ik later even doen. Dat zal ik morgen even doen. Maar ik ga net als bij die andere pagina, die zal ik wel even laten zien. Heb ik her en der heb ik nog wat gestempeld op de achtergrond. Gewoon met de Distress Oxides. Ook wat cijfers erop gestempeld. En dat heb ik dus met deze setjes van Elisabeth Kraft gedaan. Ik zal de producten nog even allemaal gaan linken. Maar dat maak ik dus later even af. Hier ga ik een leuke tekst op maken. Met, ik zal het er even bij pakken. Deze kleine stickertjes van Dutch Doobadoo. En die zitten dus allemaal gewoon per stuk. Kan je lekker onder elkaar gaan plakken. Ik moet even uitpuzzelen of dat uitkomt met een woord wat ik er graag op wil hebben. Of dat ik toch iets anders daarvoor moet gaan verzinnen. Dat moet ik nog eventjes dan ter plekke gaan bedenken. Nou, ik heb eventueel nog een paar kleine knoopjes die ik denk ik uit ga knippen en ergens bij ga plakken. Misschien. Is nog een optie. En een tekst erbij. En die tekst kan zijn dat ik van dit vel ga halen. Moet ik even kijken of... Nee, die andere had ik zwart gedaan. Dan is het leuker om bij deze ook een zwarte te gaan doen. Ja. Don't stress. Dat is een mooie, want vandaag had ik heel veel stress. Omdat ik ook absoluut niet wist wat ik live wilde gaan doen. En mijn hele dag en hele planning liep in de soep. Dus don't stress mag er voor vandaag ergens bij. Ik denk dat ik die hier ga plakken. En
Wat kan er nog meer bij? Trust the process. Ik kijk bij zoiets ook altijd van wat past een beetje bij mijn stemming van vandaag, bij mijn moed van vandaag. Wat is er vandaag bijvoorbeeld gebeurd? Dat soort dingen. En dat probeer ik dan altijd een beetje te verwerken in zo'n pagina. Ook qua teksten. Ik hoorde van iemand dat het heel erg leuk is om er ook later nog de datum bij te zetten. Van welke datum je deze gemaakt hebt. Dan kun je het later altijd weer terugkijken. Dus dat ga ik vanaf nu denk ik ook doen. Maar dat moet ik nog eventjes bedenken. Even kijken. Blijven de stickers op de pagina als je er geen lijm onder doet? Nou, ik merk dat eigenlijk bij bijna alle soorten stickers dat ze toch wel een beetje loslaten. Maar dat komt ook omdat je allerlei verschillende materialen op je papier hebt zitten. Dus het beste vind ik altijd om toch even een stukje lijm eronder te doen. Even kijken. Hou vast net als die andere. Oh, de filmpjes terugkijken. Ja, filmpjes terugkijken, dat kan. Ik zet hem morgen weer op ons YouTube-kanaal. Vanavond gaat het niet meer lukken. Ik ga zometeen alleen nog even snel voor jullie de materialen eventjes in een groepje zetten. En daarna stop ik er echt mee. Dan ga ik als een wiedeweerga mijn bed opzoeken. En morgen is er weer een nieuwe dag. Nou, ik zal ze even naast elkaar houden. Want zie je, als ik nu mijn journal open ga doen, dan heb je dus gewoon twee pagina's. Verschillende tijdstippen gemaakt. Zelfde materialen, maar ze zijn toch weer anders. Ook qua opbouw. Ik vind dat gewoon altijd leuker om zo een beetje balans in je boek te gaan krijgen. Nou, in principe had ik dat als ik de pagina's netjes naast elkaar had gelegd, had ik dit beter net een paar millimeter lager kunnen doen. Maar goed, heb ik niet gedaan. Ik ben er wel heel blij mee. Voor nu wens ik jullie allemaal nog een hele fijne avond. Bedankt dat jullie er allemaal weer bij waren. En tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!